wij zitten hier in de Casa Maria met naast mij Jacques Herps. Jacques, iedere keer als ik met je vrouw Dini aan de lijn hang, heeft ze het over Sjaak. Wat is het nu, Jacques of Sjaak? Ja, het is eigenlijk een Franse naam, hè? Dus dan zou je het moeten uitspreken als Jacques. Maar ja, er zijn veel mensen die verbasteren het en die zeggen Jacques. Want als je ook Jacques d'Ancona hebt, hè, dan zeg je weer Jacques. En, maar ik vind het mooiste Jacques, dat het een beetje warm wordt ook, ja. Want Sjaak was Hollands, S-J-A-K, dat vind ik allemaal mee. Nee, vroeger noemen ze ook nog Sjaakie, maar dat vind ik helemaal niks. Hè. Dus het is niet Sjaak, maar Jacques. Ah, mooi hè? Ja. Iedereen kent jou natuurlijk van de hit Manuela uit 1971, 25 jaar geleden. Je bent dus ook al 25 jaar in het vak. Wie was Manuela nu eigenlijk? Nou, voor mij lijkt ze nu een beetje op mijn vrouw Dini, hè, zeg maar. Ja. Blond, hè? En mooie grijs, groene, blauwe ogen. En dat is dan mijn Manuela. En voor jou is het misschien iemand anders. Ja, bij mij heeft ze rood haar. Bijvoorbeeld, snap je? Ja, maar toen de tijd. Nou, toen de tijd, ja, precies hetzelfde toch? Ik bedoel, ik denk niet dat er iets veranderd is. Was ze een beetje timide of was het juist een heel extravagant meisje? Ik weet wat je bedoelt, een beetje ondeugend meisje. Een ondeugend meisje, ja. Dat we in de auto zaten en zo. Ik denk dat we ook in die tijd... Wat deden jullie in die auto, ja. Vraag ik me dan af, als je zo'n ernstig ongeluk krijgt. En ik bedoel, dat moet... Ja, ik wil niet al te banaal worden, maar... Ja, nou, ik snap helemaal wat je bedoelt, Heinrich. Ja, nee, het is gewoon zo dat je natuurlijk in de auto, terwijl je daar aan het rijden bent en het een beetje slecht weer, en dan probeer ik haar misschien wat te kussen en zo. Of andere dingen te doen die, die je dan samen wil doen als je toch een beetje verliefd bent op elkaar. En dan verlies je ineens de weg uit het oog en dan komt een auto aan en dan is het gebeurd. En dat gebeurt dus bijna nog vaak. Of het moet niet iedere dag, maar het gebeurt vaak. Hè. Dus het is eigenlijk een realiteitsnummer toch. Op de achtergrond de warme muziek van een lied wat wij noemden Manuela. U raadt het al, gezongen door Jacques Herp en zijn Ribis. Ik was met haar alleen, we keken naar elkaar, we spraken van de liefde, het was toch zo mooi. Hoe was dat, die roem in 1971? Ja. Is dat net zoals nu? Kijk, ik bedoel, ik word ook regelmatig herkend, iets meer dan jij, denk ik. Maar goed dat dit er zeiden, maar ja, ik vind het altijd wel prettig. Hoe vind jij dat? Hoe was dat 25 jaar geleden? Nou, ik denk dat als je artiest herkend wordt, dan ben je ijdel genoeg om toe te geven dat je dat fantastisch vindt natuurlijk. Heerlijk, iedereen herkend te worden. Maar meestal was het wel zo van, dat is de man van Manuela. Hè? Ik bedoel, niet wie bedoel je nou? Ja, die dat liedje gezongen heeft, Manuela. Oh, nee, dan weet ik wie je bedoelt. Als je Jacques Herp zijn in instantie, wist het niet helemaal. Maar dat is eigenlijk nu nog zo, hoor, heel vaak. Maar ja, het is, mensen kwamen natuurlijk wel als, meestal kwamen de kinderen, hè, naar me toe. Die werden dan door die ouders gestuurd. Ga even daar die meneer en naar Jacques Herp en vraag even een foto aan hem. Hè. Het klinkt niet allemaal echt heftig. Ik dacht dat je zwaar aan de drugs en de drank was. Nee, ik zeg altijd zo in mijn leven, ik moet alles een keer proberen. Dus ik heb wel eens een lijntje gesnoven, zo midden in de nacht. Omdat je dan ergens door vrienden wordt meegenomen. Probeer het nou maar eens en dat doe ik dan. En dan had ik een voetbalwedstrijd om 10 uur 's morgens bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja, ik heb dat nodig, dacht ik. En ik probeer dat, maar voor mij heeft het totaal, is zonde van mijn geld. Dus dat ben ik dus ook sowieso, heb ik dat 1 of 2 keer gedaan en nooit meer. Nou, dat valt me toch wel een beetje tegen. Ik had altijd verwacht dat in die artiestenwereld dat iedereen dat gewoon aan de coke en aan de heroïne zat. Maar dat is dus niet het geval. Dan moet je meer bij de popmuzikanten zijn. Dat is een hele andere wereld. Nee, ik geloof toch dat in een Nederlandstalige wereldje toch een vrij christelijke opvatting is, hoor. Moet ik eerlijk, jammer, hè? Ja. Kun jij daar ook in vinden, in die christelijke opvatting? Of... Wat zeg je? Of je daarin kan vinden, in zo'n christelijke opvatting? Nou, ik kan mij behoorlijk aanpassen aan mijn omgeving. Ik ben een beetje een kameleon, hè? Ik bedoel, als ik in een zaal terechtkom waar christelijke mensen zitten, dan zal ik me aanpassen, keurig alles doen. Kom ik in een zaak terecht wat een beetje neigt naar SM of wat dan ook, nou, dan zal ik ook een leren pak aan doen. Prachtig overigens. Dus ik vind het allemaal, ik vind het prima zoals de mensen dan leven en gelukkig kunnen zijn met dat wat ze doen. Maar ik kan me ook aanpassen en dan kan ik daarin meegaan, maar wel mijn grenzen natuurlijk toch. Nu heb jij ook in de jaren 80 een LP opgenomen met de titel Eigenwijs, met uitsluitend eigen composities. Waar ging het hier in godsnaam over? Wat houdt jou bezig? Ik moet een compliment maken, Heinrich. Je hebt je huiswerk fantastisch gedaan. Ik heb al die platen in huis. Ik bedoel, is een grote fan, ja, natuurlijk. Jij hebt Eigenwijs ook?
Ik heb eigenwijs, ja. Ik zal je vertellen hoe dat dan gebeurd is. Dat heb ik dus allemaal in de jaren op de plank laten liggen. Of die kwamen niet uit. En toen is dat voor mij op die LP terechtgekomen. Daar was ik heel erg trots op. Ja. Maar om artistieke dingen die ik toch kwijt kon. Mm-hmm. En ik vind het zo leuk dat je daarom vraagt. En het ding heeft 1000 LP's, 1 persing. Maar ja, misschien is het wel een collectors item. Want, is nu geld waard, heb ik mij laten vertellen. Ik denk dat ik hem ook van de hand ga doen binnenkort, hoor. Klopt, ja. Ja. Dat klopt. Er zijn de mensen geweest die al 100 gulden geboden hebben. Ja. Mm-hmm. Misschien wel meer, ik weet het niet. En dat zijn de leuke dingen natuurlijk. Toch? Maar dat is niet iets wat je nu nog zou willen doen, zelf liedjes maken? Nou, het is wel zo dat ik onderhand toch wel weer een nummer of 40 heb liggen. Mm-hmm. En misschien breekt dan de tijd aan dat het dan wel weer is dat ik zeg, nou, in eigen beheer die liedjes dan weer uitbrengen. Ik mag van jou nog een peukje pakken. Ja. Ja. Dat zal geen enkele traan, nee, een man mag niet huilen, zal geen enkele traan. Ultra Vista. Ik was met haar alleen, we keken naar elkaar. We spraken van de liefde, het was toch zo mooi. Het leek een droom die nacht, dat had ik niet verwacht. Ze keek me aan en zei, wanneer is dit voorbij? Geluk was toen dichtbij. Ik weet nog wat ze zei. Ik vertrouw op jou, breng mij nu gauw naar huis. Manuela, raakte zo verward en reed opeens te hard. Ze lachte nog naar mij, maar toen was het voorbij. Een auto kwam eraan. Het is zo snel gegaan. Wat heb ik door mijn schuld? Ja, nog even over
je filmcarrière. Je hebt een rol gespeeld in het alom bejubelde De Tranen van Maria Marchita van Paul Ruven. Hoe kwam je daar zo terecht? Paul Ruven was een, bleek dus later een groot fan van mij. Ja. En zijn eerste examen heeft hij dan gedaan met een clipje van mijn, waar je net over had, over Eigenwijs, die LP. Het nummer Hallo van Lionel Richie. Daar heb ik toen een Nederlands tekst gemaakt. En 2 jaar later belde mij hem op voor een geheel gezongen film, Met Tranen Maria Marchita. Wil je daar aan meedoen? Ja, vind ik hartstikke leuk natuurlijk. Weer nieuwe ervaringen, nieuwe dingen aanboren. En ik heb dat meegedaan en dat ding kreeg zo bijna nog een gouden kalf ook. En dat, ja, dat is grandioos natuurlijk. Ik vind het heerlijk om te acteren, ja. Ja, gezalig. Gewoon lekker, zoals jij, die typetjes, dus, fantastisch. Pardon? Nou, Heinrich toch, dat is schön, ja. Heinrich is toch geen typetje, of? Nou, ik vind het toch wel, ja, toch wel. Ik bedoel, het is toch heerlijk om een type te spelen. Ik bedoel, het eerste wat je... Nou, ik speel geen typetje hier, ik bedoel, nee, sorry Sjaak, ik vind dat toch een beetje jammer van je. Ach, ja, nou, excuusje, foutje, ik vind, je bent jezelf dus, ja, nou, we kennen elkaar, hoe lang, even? 10 jaar ongeveer. Dan had ik beter moeten weten. Nee, maar ik denk, als je een dronken man moet spelen of zo, is toch heerlijk, hè? Sommige mensen... Je vergelijkt je me opeens met een dronken man, of? Nee, kijk. Over een rol gewoon, om iets te doen. Dan is meestal een dronken man echt leuk om te doen, natuurlijk, hè? Als je aan de war en gezellig, hè? Kan je niet schelen, hè? Het is heerlijk. Volgens mij ben je ook uitstekend om een dronken iemand te spelen, want de whisky cola gaat wel erg hard in bij jou. Maar dit terzijde. De nieuwe single, maar ook een heel nieuw album. Leef een lied, heet die plaat. En voor die plaat heb je 17 of 16, god mag weten hoeveel, smartlappen gecoverd. Waar we trouwens ook een bonus single bij krijgen, Manuela 2. Dus dat is toch mooi meegenomen. Ja, en de cd-album wordt hier dan gedaan. Ook weer zo'n collectors item, hè? Want de eerste 1000 zijn er dan op die manier gedaan. Daarna komt hij dan wel erbij, hè? Met de volgende persing, Manuela 2. Ja, Manuela 2 is gewoon het vervolg van Manuela 1. Ja, de hoop dat ze dan toch bleef leven. De dokters vechten door, ze weten niet waarvoor. Misschien is dat wel sterk geweest in het nummer. En ik begreep altijd juist dat ze wel dood ging aan het einde, maar... Nee. Ja, nu na 25 jaar, nu het antwoord in Manuela 2 is gekomen, blijkt het er gewoon niet zo te zijn. En... Maar heeft ze dan 25 jaar in coma gelegen? Ja, dat hebben meer mensen mij gevraagd. En dat zou ik eigenlijk aan Pierre Carter moeten vragen. Die ben je toch ook helemaal hersendood uiteindelijk? Of... Het is vervelend, maar je weet dat zelfs mensen na een aantal jaren nog uit coma kunnen komen. Ja. En ik vraag me alleen af, waarom heeft Carter dan niet bijvoorbeeld na 10 jaar dan Manuela 2 uitgebracht of geschreven, zodat het niet zo lang had geduurd. Maar laten we maar aannemen dat het niet alleen in coma heeft gelegen, maar dat ze toch behoorlijk ziek is geweest. Hè? Na dat ongeluk heb ik geweten dat je heel gauw beter werd, Manuela. Maar het heeft nog lang geduurd voordat je helemaal hersteld was, Manuela. De schuld van onze liefde, ik probeerde jou te kussen, Manuela. Toen was daar die bocht, de weg was glad en de wagen sloeg om, Manuela. Vergeef me toch, die lijdensweg is nu voorbij, we kunnen eindelijk gaan trouwen. Ja, ik geloof dat ik nu toch wel alles heb gevraagd wat ik wilde vragen aan je. Ik hoop dat jij het ook een beetje een aangename ervaring vond om voor dit programma een interview af te leggen. Ik vond het diepgaand, toch wel. Ja, niet zo oppervlakkig. Ik vond het geweldige vragen. Heb je vaker last dan van oppervlakkige interviews? Of? Ja, wel, tuurlijk wel. De mensen die toch altijd steeds dezelfde vragen stellen natuurlijk. Hè. Maar ik vond het zo fijn dat je ook dingen aanhaalde die niet iedereen dan weet. En dat vind ik dan
Dan glim ik gewoon. Ja. Nou, daar zijn we toch blij mee. Ik heb nog een, misschien dat je dan ook aan mijn verzoek wil doen. Ik heb hier een cd'tje bij me. Mm. Zo? Je nieuwe cd'tje, Leven, Lied. Ja, mooi. Een prachtig album. Ja. En zou je dat voor mij willen signeren? Ja, met alle plezier. Ja, alle plezier, Heine. Ja, natuurlijk doe ik dat. Dat gaat wel zo makkelijk open. Wist je trouwens dat hier Manuela 2 ook bij zit? Ja, dat zei ik net. Dat is de bonus single. Dus ik wil nog even laten zien. Kijk, is een dubbel cd. Ja. Wel een beetje netjes, anders is het hoesje kapot. Ja, nee, ik wou bijna zetten vuur Heinrich, maar dat is natuurlijk niet zo, hè. Het is voor Heinrich. Ja. Misschien kun je hem ook binnenin nog even doen. Dan is hij meer geld waard, namelijk. Dat is een echte foto, wil je zeggen, ja. Die andere is getekend, want ze wisten niet precies wat ze met mama moesten. Die herren, dat houdt allemaal niet papier. Maar hier sta ik dan toch een keer uitgebreid op. Nou, Jacques. Nou, ik ben er heel blij mee zo. Ik hoop dat hij ook veel geld waard wordt nu. Nou, kan hem namelijk verkopen als ik weer eens een beetje minder in de... Nooit. Ja, toch? Oké, ik dank... Het brengt nog zoveel eigenlijk. En het is altijd weer spannend wat er gaat komen, vind ik. Vind ik wel. Maar het belangrijkste is dat ik kan blijven zingen. Dat, voor mij dan. En dat jij... Blijf je ook tot je dood doen? Ik denk het wel. Ik zou niet anders kunnen. En ik denk niet dat ik zo'n man die zegt van... Nou, als ik 60 ben, stop ik ermee. Dat laat ik dan aan het publiek over. Als ze het echt met eieren gooien en tomaten, dan moet ik er vanaf, geloof ik, hè? Denk ik dat je toch wel moet stoppen. Ja, dat kan ik je wel aanraden. Maar dan kun je altijd nog in mijn films komen spelen. Alhoewel, die zijn ook wel weer erg. Ja. Nou ja, goed, daar hebben we het nog wel zo direct over. Sjaak, dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. Hartstikke bedankt.